Ook de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht gaat niet door. De ploegen zouden elkaar op zondag 15 september treffen in de Johan Cruijff Arena, maar op die dag vindt er een nieuwe politiestaking plaats. De Amsterdamse driehoek heeft besloten om een streep door de wedstrijd te zetten wegens die aangekondigde politiestaking. Wil je dan op de hoogte blijven van al het laatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl. En wil je mooie videocontent zien? Abonneer dan hieronder op ons YouTube-kanaal. Mike Verwij van de Telegraaf denkt te weten wat de doorslaggevende factor was bij de aflasting. Dat vertelt hij in de podcast Kick-off van de Telegraaf. Bij Ajax en FC Utrecht zijn ze er echt heel ziek van. De clubs zijn al sinds afgelopen donderdag in overleg en ze waren tot de conclusie gekomen dat ze het wilden proberen zonder politie. Ze waren er ook van overtuigd dat dit zou lukken. Alleen op advies van de politie, die dus gaat staken, heeft de burgemeester van Amsterdam besloten om het niet te doen. Die hele Eredivisie wordt wel een puinhoop op deze manier. Ajax-verdediger Divine Range speelde maandagavond de hele wedstrijd voor Jong Oranje en stond daarna voor de camera van ESPN. Door de overwinning op de leeftijdsgenoten van Georgië heeft Oranje zich nu geplaatst voor het EK van volgend jaar, wat voor veel vreugde zorgde. Maar de vraag over de afgelaste wedstrijd van Ajax bracht het interview toch in een sombere stemming. Ja, eerlijk gezegd is het balen. Het is kloten, ik had graag willen spelen, maar het is niet anders. Ik heb zelf nog geen wedstrijd dit seizoen gespeeld in de Eredivisie. Daar baal ik erg van, maar we kunnen het niet terugdraaien. Het is jammer. Wat denk jij dat de gevolgen kunnen zijn van deze nieuwe uitstelling in de Eredivisie? Laat het hieronder weten in de reacties. Julian Nagelsmann heeft op een persconferentie gereageerd op de beslissing van collega Ronald Koeman om Steven Bergwijn wegens zijn stap naar Saoedi-Arabië niet meer op te roepen. Op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff Arena wordt Nagelsmann op een persmoment gevraagd om zijn licht te schijnen op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman. De Duitser kan de beslissing van Koeman wel begrijpen. Ik zou het niet uitsluiten. Uiteindelijk moet je alle competities ter wereld een kans geven. Het is alleen momenteel geen topcompetitie. Iedereen moet voor zichzelf beslissen. Ik kan het begrijpen als je iemand niet wil selecteren. De voormalig trainer van Bayern München reageert tot slot nog lovend over de selectie die het Nederlands elftal op het veld heeft staan. Hij vertelt dat Oranje een goede mix is van kwaliteit en fysieke kracht. En hij hoopt dat het stadion waarin ze spelen uitverkocht is en er een goede sfeer heerst. Kevin De Bruyne stapte maandagavond zwaar gefrustreerd van het veld nadat hij met België een kansloze nederlaag had geleden in het Nations League duel met Frankrijk, dat in Parijs met 2-0 te sterk was voor de Rode Duivels. De 33-jarige sterspeler van Manchester City leek na afloop van het duel in Parijs zelfs te hinten op een afscheid van de nationale ploeg. De Bruyne droeg tegen de Fransen opnieuw de aanvoerdersband en stak na afloop van het duel zijn frustraties niet onder stoelen of banken. Tegenover VTM vertelt de middenvelder het volgende. Er zijn spelers die hun taken niet uitvoeren en dan kom je in de problemen, punt. Ik kan niet in de media zeggen wat beter moet. Ik heb in de rust mijn zeggen gedaan en dat is meer dan voldoende. Het moet altijd beter. Als je de top niet aan kunt, dan ben je niet goed genoeg. En dan moet je alles geven en zelfs dat wordt door sommigen niet gedaan. Het Belgische RTL heeft bovendien beelden gepubliceerd van het gesprek tussen De Bruyne en oud-international Frank Verkouteren, tegenwoordig sportief directeur bij de Belgische voetbalbond KBVB. Hoewel daarin niet te horen is wat het duo tegen elkaar zegt, zien verschillende media, waaronder het laatste nieuws, hoe De Bruyne meermaals ik stop zegt tegen de beleidsbepaler. Mocht De Bruyne daadwerkelijk de handdoek in de ring gooien, dan zou een einde komen aan een interlandloopbaan van ruim 14 jaar. De middenvelder debuteerde reeds in augustus 2010 in de nationale ploeg en in met 1-0 verloren oefende wel bij Finland. Sindsdien kwam hij in totaal 107 keer in actie voor België, waarin hij goed was voor 30 goals. De Bruyne was met zijn land actief op alle eindtoernooien vanaf het WK van 2014 in Brazilië. Het beste resultaat werd behaald op het WK in 2018 in Rusland, waar de gouden generatie van de Belgen beslag legde op de bronzen medaille. En wil jij nou op de hoogte blijven van al het laatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl. En wil je mooie videocontent zien? Abonneer dan hieronder op ons YouTube-kanaal of via de link op het scherm.